Goedemorgen yogis, mijn naam is Inge. Welkom bij deze video waarin ik een korte ochtend yoga sessie heb voorzien met enkele vloeiende flows om ons lichaam geleidelijk aan te laten wakker worden, zodat je klaar bent om de dag vol zin en plezier en vitaliteit zal doorkomen. Oké, we gaan beginnen. We komen op handen en knieën. Onze vingers staan wijd, wijsvingers staan naar voren. En we gaan de cat-cow-beweging doen. Dus adem in, open je borstkas. En adem uit, ontrol vanaf je staartbeentje, wervel voor wervel, tot je kin op je borstkas komt. En nogmaals, adem in, open je borstkas naar voren. En adem uit, ontrol. Duw je weg van de mat, waarbij je ook ruimte creëert tussen je schouderbladen. En nogmaals, adem in, open je borstkas. En adem uit, ontrol. We gaan nu door met je zitvlak op je hielen, tot je in kindhouding komt. Plaats eventueel nog wat je handen op de juiste plaats. En we gaan nu opnieuw cat-cow doen, maar iedere keer terugkomen tot kindhouding. Dus adem in, op je borstkas. Kom maar voor mijn schouders, boven je handen. Til je kin op. En adem uit, ontrol vanaf je staartbeentje. En duw je weg met je handen naar achter tot je in kindhouding komt. En nogmaals, adem in, op je borstkas. Kin komt op laatste op en adem uit, ontrol, duw je weg, terug in kindhouding. En nogmaals, maak daar een vloeiende flow van, adem in, op je borstkas. En adem uit, ontrol. Het is helemaal niet van belang hoe het eruit ziet, wat telt is hoe het het voelt. Nogmaals, adem in, op je borstkas. En adem uit, ontrol. Haak je tenen, til je zitvlak op en kom in neerkijkende hand. En daar gaan we ook zo'n halfbeweging maken. Van neerkijkende hand naar plank en terug. Dus adem in, kom hoog op je tenen. En hou je core ingetrokken, je schouders ver van de mat. Maak ruimte tussen je schouderbladen tot je in plank komt. En daar zijn je schouderbladen nog steeds open. En dan buig je door je benen, duw je weg naar achter, til je zitvlak op, adem uit en neerkijkende hand. En nogmaals, zoals een half ga je naar voren. Dus adem in naar plank. En buig door je benen, til je zitvlak langzaam op. Adem uit, neerkijkende hond. En nogmaals, als een halve beweging naar voren. En adem uit, neerkijkende hond. Nog eenmaal, een halsslag naar voren. En buig door je benen, duw jezelf naar achter, til je zit vlak op. Adem uit. Plaats je grote tenen tegen elkaar. Adem in, zwaai rechterbeen op. Buig je rechterbeen, kom naar voren met je schouders, boven je handen. Plaats je voet tussen je handen. Linkervoet op de mat. En hou je voeten gekruld, want dat zal helpen voor de volgende flow om je balans wat te houden. Adem in, armen op, kom recht. En adem uit. Til je tenen op van je rechtervoet. Ga naar voren in half split en zwaai je armen naar achter als vleugels. En buig terug je voorste been. Adem in. Kom helemaal recht. En adem uit. Til je tenen op. Strek je voorste been. Zwaai je armen naar achter als vleugels. Half split. En nogmaals. Buig terug je voorste been. Adem in. En adem uit, half split. En buig je voorste been, breng je voet wat dichter. We gaan door naar de high lunge.
Adem in, kom recht met je romp en til je linkerknie op van de mat. En breng je linkerhand naast je voet, naast je rechtervoet. Zwaai je rechterarm op. Draai je beide voeten op de buitenkant van de voet. En ofwel blijf je hier, dus adem in. Breng je arm over je hoofd. En adem uit, breng je arm horizontaal. Met de mat naar achter. En je heupen naar beneden. Adem in, til je heupen op, arm over je hoofd. En terug, adem uit, zak naar beneden. En nogmaals, adem in, arm over je hoofd. Blijf nu hier. Til je rechtervoet op. En breng hem achter je op de grond. Je linkervoet blijft staan. En duw je bekken op naar het plafond. Open je borstkas in wild thing. En durf je te laten hangen. En terug, breng je hand op de mat. Voeten naast elkaar in plank. Adem uit tot op de buik. Adem in, cobra. En adem uit in neerkijkende hand. Adem in, til je linkerbeen op. Buig je linkerbeen en plaats je voet tussen je handen. Leg rechter de knie op de mat. Adem in, kom recht in. Met je armen op. Je achterste voet is gehaakt. Dat je balans kan houden in de volgende flow. En adem in, strek je op naar boven. En adem uit, kom naar voren in halsplit. En nogmaals, adem in, armen op. En adem uit, halsplit. En nogmaals, adem in, armen op. En strek je voorste been, til je tenen op, kom in half split. En plaats je voet wat dichter, hou je klaar. Adem in, kom recht in high lunge. En neem die energie mee naar boven. Oké, plaats je rechterhand naast je voorste voet. Linkerarm op, draai je torso open naar links. En pivoteer op beide voeten. Laat je heupen zakken tot op de mat. Arm is horizontaal met de mat. En adem in. Arm over je hoofd. Til je heupen op. En adem uit. En zak terug naar beneden. En nogmaals. Adem in. Arm op. En terug. En nog eenmaal. Adem in. Arm op. En dan breng je je linkerbeen op en plaats je voet achter je op de grond. Duw je bekken naar boven. Laat je hangen op je borstkas, kom in wild thing. En keer langzaam terug. Plaats je linkerhand op de mat en kom langzaam in plank. Adem uit tot de buik. Adem in, cobra. En adem uit in je neerkijkende hand. Oké, breng je knieën op de mat. En strek één been uit. Rechterbeen uit. Je andere been is geplooid, mijn voet naar binnen. En adem in, linkerarm op. En buig door naar rechts. En voel die opening hier in je linkerzijflank. Het heeft helemaal geen belang of je je voet aanraakt of niet. Open hier heel die zijkant van je lichaam. En adem in, kom terug recht. Strek je linkerbeen uit en buig je rechterbeen. We doen hetzelfde aan de andere kant. Adem in, rechterarm op. En buig door naar links.
En adem in, kom terug recht. En buig je linkerbeen erbij. Kom in Sukhasana. Handen op de knieën. Adem in via de neus. En adem uit via de mond. En observeer eens je lichaam. Hoe voelt je lichaam nu in vergelijking met voor deze sessie? Voel je de openingen in je lichaam en waar precies? Zoek eens waar. Langzaam je ogen. En geniet verder van je dag.